zien hier een prachtige molen ingekerfd in steen met de initialen RJ en M. Dat staat voor Roelof Johannes Mulder, die hier in 1905 is komen wonen als molenaar. We staan hier in het dorp Gieterveen bij een heel bijzonder verzameling van monumenten eigenlijk. De molen achter mij, molen de Eendracht, inclusief de molenaarswoning genaamd de Mulderij en de bijgebouwen. Vanaf 1877 is hier molen in het dorp aanwezig. We staan hier in de woonkamer van de molenaarswoning. Hier hebben drie generaties van de familie Mulder gewoond. En dankzij hun is deze locatie zo heel mooi bewaard gebleven. Deze woonkamer leefde men in, hier woonde men. Achterin was het bedrijfsgedeelte en daar werd het veevoer voor de gehele regio gemaakt. Een molen is in veel opzichten een bijzonder gebouw. Het is eerder een machine die altijd in beweging is. Een machine vergt natuurlijk veel onderhoud. Op dit moment is de molenbouwer dan ook bezig onderhoud uit te voeren. Dit noemen wij de roeden doorhalen. Ze gaan kijken of de staal, wat het roedekruis zit, of daar ook roest zit. En vervolgens herstellen ze dat. De molen is natuurlijk afhankelijk van de wind om te kunnen draaien. En als de wind niet waait, dan kan de molenaar ook geen omzet maken. Deze molen had al heel vroeg een elektrisch maalkoppel. Hier zie je de motor en hier zie je het jaartal 1924 wanneer die geplaatst is. Zoals je ziet is de molen prachtig gelegen in het Hunsedaal. Voor de windvang van de molen is dat uiterst van belang. Wilt u zelf de molen gaan bekijken? Ieder weekend is de molen geopend en wordt die gedraaid door de vrijwillige molenaars. MUZIEK